Een goedemiddag, Bart de Boer en Paul van Eken. Alle twee werkzaam hier in het AI-lab van de VUB. Ja, ja. Soms. Soms. We hebben zelfs ons kantoor tegenover elkaar. Oké, ja. Het bestaat nu 40 jaar. Ja. Dat is eigenlijk waanzinnig, vooral omdat we nu in die AI-boom zitten. Wanneer zijn jullie begonnen met artificiële intelligentie? Laat ik eerst Bart aan het woord, denk ik. En dan moet ik even heel diep in mijn geheugen graven. Ik ben afgestudeerd, dat was toen nog geen master natuurlijk, in Nederland aan de Universiteit van Leiden in 1994. Ja. Toen ging mijn masterthesis eigenlijk al over een onderwerp uit de AI. En toen ben ik hier naar Brussel gekomen om een soort stage te doen. En kennelijk, was me er niet van bewust, maar ik slaagde daarin een probleem op te lossen waar andere studenten hun tanden al op kapot hadden gebeten. En toen had Luc Steels zoiets van, Bart, waarom kom je geen PhD doen bij ons? En toen heb ik nog even getwijfeld en toen ben ik in 1995 aan het lab hier begonnen. Okay. En in 1999 mijn thesis verdedigd. En daarna weer een tijd weg geweest naar Nederland. En uiteindelijk in 2011 of 2012 hier weer teruggekomen. Oké. Okay. Ja. En wat was het hardnekkige probleem dat je opgelost had? Dat ging over leren op robots. Dus het was, er was een robot, ik denk dat er nog een deel daarvan hier staat. In de vorm van een bruidstaart. En die moest leren uit zichzelf om door de ruimte te bewegen. Gewoon, dat was niks ingewikkelds. Hè. Dat was gewoon een rijdende robot. Hè. Dat was niet een wandelende robot of zo. Maar ja, om dat goed te leren op een hele specifieke manier. Dus dat er nog een theoretisch kader aan ten grondslag. Dus dat was eigenlijk een theoretisch probleem met een technisch probleem. Mm-hmm. Nou, die twee dingen moesten bij elkaar gebracht worden. Machine learning in de letterlijke zin van het woord. Eigenlijk wel, ja. Maar op een simpele manier. Ja. En voor jou? Ja, ik ben hier nog niet zo lang. Hè. Dus ik ben in 2013 ben ik afgestudeerd. Dat was aan de KU Leuven. Dat ik taalkunde en artificiële intelligentie gestudeerd. En daarna wou ik onderzoek doen in dat domein. En dan ben ik bij Luc Steels terechtgekomen in Parijs. Dus een lab van Sony Computer Science Laboratories, waar Luc Steels op dat moment directeur van was. Ik ben daar als onderzoeker begonnen. Dan ondertussen, onder zijn promotorschap, heb ik hier aan de VUB dan een doctoraat afgelegd. En een paar jaar later, in 2017, ben ik dan om familiale redenen en zo verder, ben ik dan naar België teruggekomen. En ben ik hier aan het AI Lab komen werken. En ondertussen, ik ben hier nog altijd. En nog steeds taal, AI en taal? Ja, dus wij doen vooral onderzoek naar hoe populaties van artificiële agenten door met elkaar te communiceren, zelf talen kunnen ontwikkelen, die goed aangepast zijn aan hun sensoren, aan hun communicatieve noden, aan hun hardware, aan hun software. En dat zijn dan ook talen die, zoals menselijke talen eigenlijk, die robuust zijn, die zich aanpassen aan hoe die systemen moeten communiceren. Dus het gaat hem niet over de taalmodellen zoals de large language models die we nu zien, die menselijke taal spreken? Nee, dus het gaat eigenlijk over bestuderen hoe mensen taal leren. Dus wij leren de large language models die we vandaag hebben, die leren taalmodellen van grote hoeveelheden teksten. Dus eigenlijk waar ze op focussen zijn welke karaktergroepen, woorden in de buurt van elkaar voorkomen. Ja. Daar gaan ze statistieken aan uithalen en dat kunnen ze dan gebruiken om taal te gaan genereren. Dat is uiteraard niet hoe mensen taal leren. Kinderen die leren taal in de wereld door interacties met hun ouders, in het Engels met hun caregivers. Ja. En die interacties die zijn gesitueerd, die hebben een betekenis en die hebben ook te maken met de directe omgeving waarin die kinderen zitten. Dus als je kindje wat zegt, wil je nog wat drinken of zo verder, dat observeert, hè, die zin, wil je nog wat drinken. Maar dat drinken, dat heeft te maken met een gevoel, dat heeft te maken met honger, dat heeft te maken met iets wat ze zien in de fles. En die zaken gaan ze eigenlijk gaan verbinden aan de taal die ze observeren. En op die manier gaan ze hun taal gaan leren, dus in de wereld. En wat wij doen, zijn modellen maken, dus computermodellen en simulatie, maar ook op echte robots, waarin we die mechanismen gaan implementeren en zien hoe die
agenten dus taal kunnen leren. En die talen, soms doen we dat met menselijke talen. Dus is er al één agent die een model van het Engels of het Nederlands of het Chinees of het Frans heeft. Maar het beste resultaat krijg je eigenlijk als je geen menselijke taal laat leren, maar als je die agenten hun eigen taal laat ontwikkelen. Want die menselijke talen, taal is een evolutionair systeem, dus dat is aangepast aan onze communicatieve noden, aan onze oren, aan ons verstand, aan onze omgeving en zo verder. Terwijl bij die artificiële agenten zijn ja, die talen die ontstaan, zijn dan goed evolutionair aangepast aan de sensoren, noden en zo verder van die agenten. Dus het is een heel andere benadering eigenlijk dan de large language models. Ja, het is iets nu, ja, we zitten in die ChatGPT-boom nu, hè, die voor jullie ook waarschijnlijk heel gek is, dat uw vakgebied opeens het hipste ding op aarde geworden is. Ik probeer het vaak aan mensen uit te leggen, maar ja, dat die next word prediction, eigenlijk dat neuraal netwerk dat op basis van de voorgaande woorden denkt, ja, dit misschien dan, en dan misschien dit, dat eigenlijk geen conceptueel idee heeft van de termen die gevormd worden. Ik zeg soms, het ding schrijft hier over een kat, maar het weet niet wat een kat is. Dat is een datapunt dat het laat volgen op vorige datapunten. Ja, en ik denk dat op zich is het heel impressionant dat dat kan. Hè? Ik vind het ongelooflijk dat het zo op basis van gewoon tekst, nu enorme hoeveelheden tekst natuurlijk. Ja, enorme hoeveelheden, want als je niet naar die schaal gaat, werkt het niet. Hè? Dus je moet naar enorme schaal gaan. En het is ongelooflijk hoe ver je raakt met puur betekenis op te modelleren op basis van woorden die in elkaars buurt voorkomen. Nu, dat heeft op hetzelfde moment ook sterke limieten. Dus inderdaad, je gaat ervan uit dat je kennis van de wereld vervat zit in die teksten en ook in frequenties van zaken die bij elkaar voorkomen. Als mensen redeneren wij over de wereld, hè, dus over objecten en ervaringen en zo verder in de wereld. Dat heeft een bepaalde distributie. Hè? In machine learning probeer je een bepaalde distributie te vatten en op basis van die distributie te gaan predicties maken. Nu, in die large language models gaan we de distributie vatten van karakters, karaktergroepen en woorden in een tekst. En die distributie dan gaan gebruiken om redeneringen te maken, soms over de wereld. Nu, als die distributie niet dezelfde zijn, dan is daar eigenlijk een inherente limiet. Dus wat kunnen die large language models ongelooflijk goed? Teksten genereren. Hè? Ja. Want daarop zijn ze ook getraind. Ze vatten die concurrenties tot voor mij enorm impressionante extent of... hoe zei je dat nu? Rijkwijd. We vragen het aan een taalmodel. Dus dat is op zich wel heel impressionant. Maar het is niet hoe het werkt bij mensen. En als we dan gaan redeneren over de wereld, dan hebben we eigenlijk inherent problemen. En die problemen zullen volgens mij, en volgens nog andere mensen ook, niet opgelost worden door de schaal te vergroten. Nee, we zullen andere systemen nodig hebben, of andere architecturen nodig hebben, die vooral op andere input werken. Dus als we willen human-like reasoning, dus mensachtig redeneren, zo pragmatisch redeneren, logisch redeneren, in de zin van logisch hoe mensen redeneren, dan zullen we volgens mij ook moeten leren van de input die mensen krijgen. En niet enkel van tekst. Wat bij ons ontstaat het uit een concept in ons hoofd, dat we dan verwoorden. Je voelt iets, je wil iets, en dan denk je, hoe zal ik dat verwoorden? En heel die conceptuele fase bij die next word predictions, die bestaat eigenlijk niet. Het is gewoon, of toch op een heel andere manier. Ik ben het helemaal niet oneens met wat je zegt. Hè? Want om echt te leren redeneren en denken als mensen, zul je ook diezelfde soort interacties met de wereld moeten hebben. En misschien ook hebben we ook deels wel aangeboren kennis. Naïeve physics wordt dat genoemd. Maar die modellen die ten grondslag liggen aan ChatGPT, die transformer modellen, daar... En die zegt van ja, er zit geen concept van kat in bijvoorbeeld. Maar ergens hebben die systemen wel een mechanisme om aandacht op bepaalde onderdelen van de tekst te leggen. Dus je zou kunnen zeggen, dat is niet hetzelfde als een menselijk concept. Maar het is wel iets dat op een wat hoger niveau van abstractie zit dan alleen maar tekst. Ja, dat klopt zeker. En mijn kritiek gaat eigenlijk ook niet over de transformer-architectuur of de neurale architectuur op zich, maar vooral op de input die het gebruikt.
Dus op die teksten. Hè? Dus de basis ligt, zoals je heel goed weet, in de distributionele semantiek. Hè? Dus we gaan betekenis gaan modelleren op basis van coherenties van talige entiteiten en karakters, karakterroepen of woorden in dit geval, ten opzichte van elkaar. Hoe vaak het samen voorkomt. Ja. En dan die transformers zijn eigenlijk een heel performante manier en schaalbare manier om daar heel veel mee te doen. Ja. Maar die input blijft die input. Hè? Ja. Het heeft enkel die distributies van karakters en woorden en karakterroepen op zich met elkaar. Dus het heeft dat niet gezien in de wereld, het heeft dat gelezen in teksten. Ja, in teksten. Hè. Dus het werd op een puur distributionele manier. En dat zorgt voor de inherente limieten. Ja. Nu, ik vind het heel impressionant, hè. Dat wil ik wel benadrukken. Ik had nooit gedacht dat u zover zou raken met die distributionele semantiek waarvan de basis al in de jaren 50 gelegd werd. Ja. Maar die limieten zijn ook heel duidelijk. Ja, het moment dat mij uitgelegd werd hoe die GPT-systemen werken, vond ik het eigenlijk onvoorstelbaar dat je met dat mechanisme vraag en antwoord, logische antwoorden krijgt. En nu in GPT-4 schrijft hij sonnetten. Maar waanzinnig goede sonnetten, ik bedoel, voor een computer dan. Dus je vraagt dan, schrijf eens een sonnet over een eenzame bij die getroost wordt door een roze olifant. Die schrijft op rijm, met het juiste metrum, schrijft die met metaforen uit de bij over de nectar van de vriendschap. Ja. Ik snap het niet hoe dat mechanisme daartoe leidt. En wat ik vooral een raadsel vind, is hoe dat je kan rijmen met next word prediction. Omdat je hebt een zin, je begint aan de volgende, je voorspelt je volgende woord en helemaal op het einde pas kom je aan het woord dat een rijmwoord moet zijn. Maar dat is typisch van die transformer-architectuur, die in staat is om te zeggen van in bepaalde situaties moet ik onthouden wat een eind terug ligt. Dan moet ik daar de focus op houden. Ja, ja. En dat kan qua betekenis zijn. En kennelijk kan dat dus ook qua vorm zijn. Hè? Dat je zegt van, nou ja, de laatste lettergrepen van de vorige zin moeten... Wat u zit het met een soort ABBA of zo, hè? Moet drie zinnen later terugkomen. Want ook, ik heb de discussie ook al gevoerd met AI-onderzoekers over, weet dat ding nu wat een kat is? En sommigen zeggen van wel, anderen zeggen van niet, net omdat het zo moeilijk is. Maar zou je dan kunnen zeggen dat in dat uiteindelijk getrainde neurale net, dat het woord kat wel verbonden is met miauwen en staart en vacht. En dus dat daar een soort wel... Maar dat is de basis hier. Hè? Dus als je zegt, het systeem weet wat een kat is, natuurlijk de definitie van weten wat een kat is. Vandaar sommige onderzoek zouden zeggen... Alweer semantiek. Voilà. Dus sommige onderzoek zouden zeggen, ja, het weet het wel. Anderen zouden zeggen, nee, het weet het niet. Ja. Maar wat het heel goed vat, en dat is misschien ook een antwoord op je vorige vraag, zijn semantische velden. En dat is iets wat bekend is, die distributionele semantiek. Hè? Dus dat kat... met miauwen en melk. Staart, pels, van alles. Voilà, daarmee te maken heeft, ja, dat vatten die modellen heel goed. Ja, ja. Okay. Absoluut. Ja, dat is iets dat ook heel veel in teksten voorkomt. Hè. Dus dat mogen we ook niet vergeten. Voilà. Ja. Waar die modellen niet goed in zijn, dat is factuele correctheid. Ja, inderdaad, ja. Dus, want je gaat eigenlijk... Ze zijn getraind op het internet, wat had je verwacht? Wel, een van de redenen, inderdaad. En ook bepaalde distributies zijn anders in teksten dan in de echte wereld. Ah, ja. Want er was een bekend voorbeeld van een hond, van hoeveel paar rolschaatsen moet je kopen voor je hond. Dus voor een mens, oké, goed, dat weten we wel. Maar het blijkt heel moeilijk te zijn voor die taalmodellen, want er wordt veel vaker beschreven dat de hond 3 poten heeft dan 4 poten. Oké. Ja. Wanneer wordt het vermeld? Een soort publication bias is het woord niet, maar het is frappanter om het te vermelden, want zie, een hond met 3 poten. Ja, 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 dus je hebt dat soort, de distributies van hoe de zaken beschreven worden op het internet of in de literatuur, komt niet per se overeen met de distributie van zaken in de wereld. Ja, ja, ja. Hè? Dus daar is natuurlijk een heel sterke bias. En als je over biases begint, dan zit het trend op het internet. Zijn er nog andere biases in het natuurlijk. Goed, Bart, ik wil even terug naar de jaren 90. Ja. En de reden is dat we beleven nu die AI-boom. Ja. Plotseling is het, is iedereen ermee bezig. Ik vraag in mijn voorstellingen, wie werkt er met ChatGPT?
bij mijn eerste voorstellingen bestond ChatGPT nog niet. Dus ik zit zelf al in een soort versnelling waar ik gewoon door die voorstelling te spelen. Nu zit ik meestal aan 1/3 tot de helft van het publiek die ChatGPT gebruiken voor inspiratie, conversatie, brainstorming, ja, enzovoort. Maar dus, de mensen beseffen niet hoe oud dit vakgebied is. Dat is iets wat ik constant merk. Ja. Dus ik wil heel graag weten, hoe zag het eruit in de jaren 90? God. Was het niche? Nee. In de jaren 90 was er eigenlijk de vorige neurale netwerken boom was net bezig. Hè. Ik herinner me nog dat we dan met studiereizen naar symposia gingen, waar dan met groot enthousiasme over backpropagation, hè, dus de leertechniek die toen zeg maar baanbrekend was, werd gesproken. Dus echt dat wiskundige teruggaan om de verbindingen aan te passen op een ja, maar goed, dat was, rechte manier. Dat was toen de techniek die opeens, ja, dat was eind jaren 80, begin jaren 90, was dat herontdekt, want die techniek zelf is ook al ouder. En werd het opeens mogelijk, net als nu eigenlijk, om allerlei problemen op te lossen die nog niet opgelost konden. Maar dat waren eenvoudigere problemen. Dus dat was eenvoudige beeldherkenning bijvoorbeeld. Oh ja, postcodes bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Eenvoudige klassificaties in een vrij wel omschreven domein. Ook toepassingen die meer, ethisch, minder verantwoord waren. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld de klassificatie van of je wel of niet een lening aan mensen moest geven. Dat bestond toen al. Dat bestond toen al. Wow. Er was ook sprake van hype, uiteraard. En dat is toen eigenlijk daarna weer enigszins verdwenen. Maar zoals je vaak ziet in dat soort situaties, is het de aandacht verdwijnt. Maar de toepassing van een hoop van die technieken, en misschien in dit geval had men wel de beperkingen van backpropagation ontdekt, maar er waren ook andere technieken, bijvoorbeeld Bayesiaans leren, die eigenlijk als een soort reactie daarop waren opgekomen eind jaren 90, die eigenlijk ook heel veel praktisch, maar zo goed als onzichtbaar werden toegepast. Hè. Dus nu, Microsoft heeft daar met niet heel veel succes mee geëxperimenteerd met zijn intelligente office assistent. Ik weet niet of je Clippy nog kent. Hij zit in mijn voorstelling, ja, inderdaad. Waarmee ik wil aantonen wat er gebeurt als je AI traint met te weinig rekenkracht en te weinig data. Ik denk de Clippy nog niet eens echt getraind was, maar gewoon met handgemaakte regels. Ja. Maar goed, het is natuurlijk makkelijk om daarmee te lachen, maar eigenlijk was het wel een voorbeeld van AI-technieken die op een praktische manier werden toegepast. Dus het is ook iets wat in de huidige boom die enorm op die neurale netwerken steunt. Wat ik bijvoorbeeld ook niet wist en moeten leren heb, is dat je ook heel gecodeerde AI-systemen hebt. Dus die je eigenlijk, en zelfs die de euro's van de NDPS maken, hè? Ah, ja, of de uurrooster van de scholen of zo verder. Dat is geen neuraal netwerk. Nee, dat is gewoon een constraint-systeem. Ja. Nee, dat is één voorbeeld. Hè? Dus, ja, ja. Dus, maar dat, als we het toch over geschiedenis hebben. Een van de allereerste praktische toepassingen van werk aan het lab was een expertsysteem om te helpen om uurroosters van de NMBS mee te maken. Okay. Of dat controle van de nucleaire reactoren enzovoort. Dat klap ook aan. Ah, ja. Ja. Ik hoop dat de controle van de nucleaire reactoren iets beter werkt dan de uurroosters van de NMBS. Ik hoop dat het geen neurale netwerken zijn. De uurroosters zijn. Ik weet niet of je de vertraging ook toe kan schrijven aan de problemen met de uurroosters. Misschien dat er andere dingen aan de grond zijn. Maar mijn onderzoek gaat natuurlijk ook over eigenlijk gaat mijn onderzoek, omdat ik ben wel begonnen met die robot. Ja. Eigenlijk was dat, dus zoals dat ook in de AI gaat, was het ook met de interesses van Luc Steele, dus de geschiedenis van het lab. Dus hij was heel erg geïnteresseerd in robotica, een bepaalde vorm van robotica. Ook geïnspireerd op de natuur, maar met hele eenvoudige controlesysteem. Hè? Dus robots waar eigenlijk bijna geen intelligentie in zat.
En op een gegeven moment kwam Luc Stilster dus achter dat hij daarmee toch niet zoveel kon doen als er gehoopt was. En dat die robots complexere interne representatie hadden. Taal. Dus er was een verschuiving van de interesse in het lab naar taal. En op een gegeven moment had Luc een soort off-site meeting georganiseerd. Zaten we in de Ardennen in een of ander chalet. En s'avonds laat op de veranda had hij zoiets van... Bart, ik heb gehoord dat jij een vak hebt gevolgd toen jij nog studeerde over spraak. Zo, ja, dat heb ik gevolgd. Zou dat geen leuk onderwerp zijn voor je PhD? Evolutie van spraak. Ik zou van... Ja, volgens mij kan het niet hoor, wat je wil, maar ik wil daar best een PhD over doen. En dat is de basis van mijn onderzoek. En dus, mijn onderzoek gaat dus eigenlijk over hoe je AI-technieken kan gebruiken om die menselijke spraak vooral, hè, dus ik heb focus vooral op het signaal, niet zozeer op de betekenis of de grammatica, hoe je die AI-technieken kan gebruiken om dat te begrijpen. Okay. Hè, dus je probeert taal te leren met een AI-techniek. Wat moet je in zo'n systeem steken om dat voor elkaar te krijgen? En daarom is ook, bijvoorbeeld mijn perspectief op ChatGPT is ook een beetje van, ChatGPT is heel anders dan het menselijk brein, maar toch doet het dingen die erop lijken. Hoe krijgt het dat voor elkaar? En vinden we misschien iets in de menselijke cognitie die daar wat lijkt? Dus vandaar dat ik zeg van, ChatGPT heeft wel degelijk ergens een soort concept van dat. Ziet er anders uit. Maar pas op, menselijke cognitie is ook heel... Daar zitten heel veel trucs in, hè, om dat je zegt van, de neurologie leert bij van de AI. Niet zozeer neurologie, maar meer cognitive science. Want neurologie gaat echt over hoe de neuronen... De draadjes en de bindingen. Dit gaat meer over het gedrag, taalkunde, cognitive science. Maar als machines met elkaar leren praten, wat is een woord dan? Is dat dan een cijfer of is dat dan een... Als mijn vaatwasser overlegt met mijn domotica-systeem en die zouden een eigen taal ontwikkelen, hoe ziet dat eruit? Dus taal heeft eigenlijk twee kanten. Hè. Taal heeft een vormkant en een betekeniskant. Ja. Hè. Dus we kunnen taal analyseren als mappings tussen vorm en betekenis. En als je een spreker bent, als je spreekt, dan heb je eigenlijk een betekenis in je hoofd en die betekenis probeer je in een vorm om te zetten. Die vorm komt aan bij de hoorder en die probeert de intended meaning, dus de intentie van de spreker, te reconstrueren. Ja. Nu, om dat te reconstrueren heb je natuurlijk stukken uit de taal. Je hebt wereldkennis, je hebt ervaring, je hebt de situatie waarover je spreekt enzovoort. Dus hoe dat agents, dus artificiële agenten, dat leren, is eigenlijk ook als mappings tussen vorm en betekenis. Mm-hmm. En die betekenis is gegrond in de sensoren van die agenten. Dus is dat een vorm van embodiment? Dat is een vorm van embodiment, ja. En contact, fysiek contact met de wereld, sensorisch contact. Sensorisch contact, dus zeker in het begin, als je de taal leert, voor kinderen, je begint niet met praten over democratie of zo verder, dus je begint te praten over heel concrete dingen in de wereld. Mis, bal, pot. Voilà, dat soort honger, vooral ook. En dan worst. En dan gaan we verder naar eloquentie, deemoed, semantische distributie. Ja, dus dat soort dingen. Dus eens dat je meer taal hebt, kan het ook wat abstracter worden. En dus wat is een kat? Hè? Wat is het concept van een kat? Ja, er zijn verschillende zaken die daaraan verbonden zijn. Ja, er is het kunnen herkennen van een kat natuurlijk in de wereld. Ja. Er is zaken die je kan weten, kennis die je hebt over de kat, die je misschien uit boeken gelezen hebt, en zo verder. Dus het is heel lastig om te definiëren wat het precies betekent om te weten wat de betekenis van een kat is. Maar voor kleine kinderen bijvoorbeeld, bij dieren. Ik weet niet of je kleine kinderen hebt, maar bij dieren dan... het geluid is heel belangrijk. Dus, en dat is iets wat we typisch bij machines dan niet zien, omdat ze niet met microfoons uitgerust zijn of als van tekst te leren. Maar dus mensen... bepaalde aspecten komen meer naar voren in de wereld. Is er een soort cognitieve bias daarnaar? En dan zouden we zeggen dat dat belangrijker is om te weten wat een kat is. Dus voor een kind, wat is belangrijk? Het geluid, het feit dat het zacht is misschien. Ja. Misschien dat je er bang van bent, en zo verder. Ja, voor een bioloog gaat het over heel andere zaken wat een kat is. Of voor een geneticus of zo verder. Dus, Stuurt zo'n machine dan echt woorden door? Gaat die vaatwasser dan echt
het warm water is op doorsturen? Of stuurt die een code die warm water betekent en een code die te weinig betekent? Wel, het stuurt een code die een vorm is. Hè? Dus als we het voorbeeld van kleuren geven, machines zouden kunnen RGB-waardes doorsturen als ze een camera hebben. Ja. Maar dat werkt niet. Hè? Okay. Je kan dat makkelijk doorsturen, maar dan moeten je machines perfect gecalibreerd zijn. Ja. Maar het licht moet perfect hetzelfde zijn. Ze zouden perfect dezelfde RGB-waarde moeten gaan zien. Mensen hebben taal, dus als we zeggen blauw, wat betekent blauw? Blauw is eigenlijk een soort wolk rond een prototype van blauw. En in een bepaalde omgeving, als ik zeg, is dat het blauwe object of zo verder, dan zie je dat ook in contrast met andere objecten. Dat is hetgeen dat het meest voldoet aan blauw. Als er verschillende blauwe zijn, zal ik misschien moeten zeggen donkerblauwe of het groenblauwe of zo verder. Dus die taal hebben we eigenlijk nodig als een abstractielaag boven sensorimotorische observaties. En dat is ook wat die machines dan eigenlijk. En die ontwikkelen dat zelf door? Die kunnen dat zelf een beetje zoeken en aanpassen? Dus de evolutionaire mechanismes waarmee mensen, dus kinderen eigenlijk, hun eerste taal verwerven, het zijn die mechanismes die we dat implementeren in die populaties van agenten. En dan leren ze concepten, woorden. Maar ook dan, eens dat je de woorden hebt en concepten, wil je ook complexere betekenissen kunnen doorsturen, waarvoor je in taal dan grammaticale structuren hebt. Dus dat gaan ze eigenlijk ook gaan ontwikkelen. Dus ze starten eigenlijk met concepten, woorden, en dan gaan ze grammaticale structuren gaan leren. Ik zie 1000 scenario's van B-films, griezelscenario's. De vaatwasser leert praten en heeft mij aangevallen. Komt allemaal goed. Ik vertrouw erop.